Pastoor Freek Groot werd 78 jaar geleden geboren in Spanbroek, een klein dorp in West-Friesland. Hij was het zevende kind uit een gezin van 10. De jonge Freek wilde al vroeg priester worden, het liefst missionaris in een ver land. Na zijn priesterwijding in Oudenbosch vertrok hij naar Borneo, het huidige Kalimantan, waar hij 30 jaar werkte. In 1994 kwam hij terug naar Nederland om pastoor te worden in Gerwe en Nederwetten. Een paar dagen voor zijn 50-jarig priesterfeest kijkt hij terug op wat er is veranderd en gebleven. Als je dus naar de kerk ging, wij gingen iedere dag naar de kerk, ja, dan zag ik een pastoor aan het altaar, ja, dat wilde ik ook worden. Maar met kinderlijke ideeën natuurlijk. Je had geen idee wat het eigenlijk betekent om priester te worden. Als kind wilde ik echt al pater worden, missionaris, ik wilde naar de missie toe. Hoe dat kwam, weet ik niet. Het vreemde land, de nikkertjes, en daar kwam je dan op het strand aan, kinderlijke ideeën, en je ging met die mensen werken. Maar ja, in de loop van die 12 jaren van opleiding is dat telkens bijgeschaafd en uiteindelijk word je daar naartoe gestuurd. En welk jaar was dat? In 1964 ben ik er naartoe gestuurd. Ja, dan ga je ogen open. Oh, dit is het. We waren helemaal niet concreet voorbereid op het missiewerk in Kalimantan. Ik kreeg toen niet lang daarna een benoeming om naar een post te gaan met een collega die er lang was, 800 kilometer van de kust af. En dan moest je door stroomversnellingen. Oh, ik was enthousiast dat ik daar naartoe mocht. In het binnenland waar ik gekomen ben, waren de meesten al katholiek. Maar wel katholiek, met aanhalingstekens. Ze hadden hun bijgeloof nog heel sterk. En ze leefden ontzettend simpel. Maar als je dan in zo'n dorp kwam, dan hadden ze geleerd van de vorige missionarissen, ze moesten eerst allemaal biechten. Dan waren ze wel op hun hoede dat zij daar niets hoorden. Dus ze kropen bijna op je schoot. Maar ze pruimden altijd sirie. Ze hadden zo'n vieze mond, een zwarte tong met rood sap, dat druipte naar beneden. Dus, en zwarte tanden, en dat rook echt niet aangenaam. Maar dat was een biecht. Ja, dus als je een beetje achteruit ging, dan kropen ze een beetje mee om het hunne te vertellen. En in het begin wist ik niet, zoals ze zei, ik zeg, dat is goed, bid maar een wezen groetje. Maar misschien hadden ze wel, ik weet niet wat gedaan, maar dat geeft ook niet. Nou, hier zie ik een paar spulletjes die ik meegenomen heb uit Kalimantan. Bijvoorbeeld, dit is een parang. Wat is dat? En een parang, iedere dayak die loopt met een parang, dat is zo'n kapmes. En ze gaan niet op pad zonder parang. Ze gaan door bossen heen en dan slaan ze de dorens weg en zo. Geen koppen? De koppen laten ze tegenwoordig zitten. Maar in het verleden, mijn oude collega's, die hebben het toch meegemaakt. En ik ben ook dikwijls in huizen geweest waar boven in de nok nog zo'n schedel hangt. En hiermee nemen ze de giftige pijl in mee. Waar ze dus apen mee doodschieten, varkens, beren. Als je dan bij een Chinees kwam, dan werd je uitgenodigd om te eten. En dan zag je een heerlijke schotel staan met 4 poten omhoog. Ja, dit is kip, zeggen ze dan. Maar het was gewoon hond. Dan wist je dat het hond was. Ik heb dus veel geleerd van die mensen om je aan te passen aan de manier van die mensen daar, aan hun geloof ook. Want dat katholieke geloof, ja, ze hadden hun eigen geloof ook wel. En dat waren ze nog niet verloren. Je mocht niet eisen dat die mensen zich aan jou aanpasten. Nee, je moet je aan hen aanpassen. Na 30 jaar besloot Freek Groot het zendelingenwerk in Kalimantan vaarwel te zeggen en terug te gaan naar Nederland. De aanleiding was ten eerste, er was genoeg jonge aanwas van jonge priesters in Indonesië.
Ik had de laatste jaren had ik de opdracht gekregen om aan de stad in Samarinda een nieuwe kerk te bouwen. En die is dus klaargekomen. En ik had toen een prachtige grote kerk. En dan had ik als buitenlander had ik de mooiste kerk. Ik denk, ja, dat kan ik ook bijna niet maken. Ze hebben nooit gezegd, god, die parochie willen wij wel hebben. Maar ik werd toen ook bijna 60. Ik denk, als ik nog iets in Nederland wil beginnen, dan moet ik niet wachten tot ik 70 ben. Dan ben ik gewoon te oud. Ik had naar mijn overste geschreven, ik zeg, in Nederland zou ik het liefste een dorpsparochie hebben. En toen ben ik hier terecht gekomen. Ik voelde me meteen thuis. Als ik dat van bijvoorbeeld van Gerwe, die hebben zoveel activiteiten, zoveel organisaties. Zo, er is altijd wat te doen. En ik vind, ook Nederwetten heeft ook veel activiteiten. En de vriendelijkheid, het amicale van die mensen. Ik voel me helemaal niet boven de mensen staan. Ik had de opzet, en het is echt geluk vind ik, om tussen de mensen te staan, niet boven de mensen. En dat vind ik hier zo prettig. Maar terugkomen had ook zo zijn keerzijde. Het betekende voor pastoor Groot opnieuw een kennismaking met de Nederlandse realiteit. Het is natuurlijk een totaal andere omgeving, maar ook een ander geestelijk klimaat. In Indonesië had ik altijd volle kerken, veel jonge mensen. Ik voel me daar een oude pastoor, ik was toen nog geen 60, maar iedereen in de kerk was jonger dan ik. Hier in Nederland is dat totaal anders, maar... Wat schrok u dan van? De legere kerken? Legere kerken, maar ook de problemen van de priesters die het niet meer zagen zitten om door te gaan. Collega's van mij waren afgehaakt. Wat me wel pijn doet, is de onrust bij de mensen en de onvrede bij de mensen vanwege het van hogerhand worden er dingen opgelegd waar de gewone bevolking, de parochianen, het niet mee eens zijn. Ze kunnen niet meegaan met wat bijvoorbeeld het bisdom wil. Kunt u zo'n voorbeeld noemen? Als een pastoor zegt, ik doe geen huwelijksmis of een uitvaartmis, als er een cd gedraaid wordt, ja, dan jaag je de mensen wel een beetje in het harnas. Bij verschillende pastoors mogen de vrouwen bijna niets. Ja, laat die vrouwen toch ook voorlezen, de dames voorlezen, iets meedoen in de kerk, dat is toch vanzelfsprekend. Je moet de mensen mee laten doen. En niet alleen de priester is voornaam, de leken zijn ja, misschien nog wel bijna voornamer. Alles moet van onderaf komen. De nieuwe ideeën die komen niet van boven, die komen niet uit Rome, maar die moeten gewoon van het volk komen. En als je daar niet naar wil luisteren, dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. En dat is toch wel een beetje de tendens van tegenwoordig. Daar zit de baas en je hebt maar te volgen. Maar ik vind het wel hele rijke jaren geweest. Rijke jaren. Ze heeft u rijk gemaakt. Ja, en ze hebben me dikwijls gevraagd, hè. Voel jij je nou niet eenzaam? Nee. Ik voel me nooit eenzaam. Ik heb het laatst nog gehad na een begrafenis. Had ik hier begraven, iemand begraven. En toen liep ik naar de koffietafel hier in de heuvel. En toen komt er iemand naar me toe lopen, een man. Wat heb jij toch een rot beroep, zegt hij. Maar dat was min of meer meeleven en toch wel weer een waardering. Dat je dus ook die rotklussen van begrafenis ook moet doen. Maar juist bij lief en leed kun je wat betekenen voor mensen. En dat is juist zo mooi in ons vak of roeping. En daarmee heb ik me altijd heel gelukkig en nuttig gevoeld. Ook heel duidelijk in de jaren van Gerwe en Nederwetten, hier in Nederland. Heel duidelijk. Een paar dagen voor de viering van zijn 50-jarig priesterjubileum
controleert pastoor Groot nog even de kerk. Zijn kerk. Zo. Waar gaat u staan? Achter het altaar. Maar mijn collega laat ik veel doen en dan ga ik op een stoel zitten daar. Ja. Maar de mensen weten gewoon dat ik een beetje ziek ben. Ja. Dus dat ik niet alles alleen doe.